Ja, en in de Tweede Kamer gaat het ook vaak nu natuurlijk over verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties. Want zij stonden wekenlang achteraan bij de verdeling van mondkapjes. Het kabinet negeerde de zorgen van het zorgpersoneel. Al in maart is er door meerdere organisaties aan de bel getrokken. En wij hebben nu live verbinding met Hans Buijing. Hij is directeur van Zorgthuis NL. Daar zitten 150 zorgbedrijven bij aangesloten. En meneer Buijing, kunt u eens zeggen, ja, hoe vaak heeft u eigenlijk aan de bel getrokken over die mondkapjes? Nou, bijna dagelijks. We hebben tot deze week dagelijks overleg met VWS. En dagelijks maken wij een punt van dat er te weinig hulpmiddelen zijn. En dat de verdeling nog niet goed op orde is. Dus het is een punt wat wij eigenlijk al vanaf het begin dat de lockdown inging, continu onder de aandacht brengen. Maar eerder ook al in eind januari, begin februari, toen we nog fysieke ontmoetingen hadden met VWS over de inschatting wat gaat gebeuren, is er aangegeven er zijn te weinig hulpmiddelen. En wat zijn daar de gevolgen van bij de verpleeghuizen, de zorginstellingen die bij jullie zijn aangesloten? Nou ja, goed, in de eerste plaats zie je dat natuurlijk daar de besmettingen hoog oplopen. Onder patiënten, cliënten, oudere burgers van ons. Maar ook onder de medewerkers. En daar is ook gewoon angst en vrees over, ben ik zelf besmet en besmet ik anderen? Dat geldt voor de medewerkers. Maar uiteraard geldt ook voor de cliënten die bezocht worden. Dat die vrees van misschien word ik wel besmet omdat jij net van een ander adres afkomt of vanuit een andere kamer komt. Dus die onrust is heel groot. En ook de behoefte om op het moment dat er echt sprake is van vermoeden voor COVID, hè, want testen gebeurt nog steeds veel te weinig, dan moet er gehandeld worden volgens alle veiligheidsvoorschriften. En dan moeten mondkapjes gebruikt kunnen worden, brillen en schorten. Ja, als die dan niet voorhanden zijn, dan loop je toch het risico dat je zorg verleent zonder bescherming. Ja, nou, jullie hebben dus meerdere keren aan de bel getrokken daarover. De mondkapjes, de beschermingsmiddelen zijn vooral naar de ziekenhuizen, naar de IC's gegaan. Net zat Humberto Tan hier aan tafel en die wilde aan u vragen, wat vindt u dan? Hadden ze dan dat niet aan de ziekenhuizen moeten geven? Nou ja, ik denk dat we vanaf het begin af aan een betere balans hadden moeten maken. En je moet je realiseren, de ROAS, de structuur die dus die verdeling doet, dat is regionaal overleg acute zorg, die hebben vooral de ziekenhuizen in gedachten gehad en de klinieken, maar de rest van de zorg niet. We moeten ook realiseren dat er 11 regio's zijn. En in een aantal regio's is het corona heel erg aan de orde. En in een aantal regio's is het minder aan de orde. En toch kreeg je dan in de verdeling telkens evenveel. De ROAS houden nog steeds een soort buffer aan, een reserve aan, een noodreserve. Ja, wij zeggen dan, ja, die nood is al lang aan de orde en je moet de noodreserve inzetten. Ja. Het lastige is dat we natuurlijk discussies krijgen over hoe groot is de schaarste nou. Hè? En medewerkers van onze leden kijken ook journaal en zien in Oostenrijk en Madrid worden wat mondkapjes uitgedeeld en vragen zich af hoe kan het nou dat wij die schaarste hebben. Hebben contacten met ziekenhuizen. Ziekenhuizen staat een groot deel van de reguliere zorg stil. Die zeggen, ja, wij beschikken over onze normale voorraden. Dus dan komt wel de vraag op, moet dat niet een betere ingreep zijn als er nood aan de man is? Zeker in die regio's waar corona echt om zich heen slaat, om daar dus meer middelen aan te wijzen. Goed, Hans Buijing, dank je wel voor deze toelichting. En daar komen we nu op het punt van, hoe zit dit politiek? Ja. Want het AD schreef, het kabinet heeft bewust dus verpleeghuizen genegeerd. Maar aan de andere kant, er is gewoon sprake van schaarste. Ja, dus je doet het nooit goed. Nee, dat is waar. Het gaat nu al weken over die schaarste. Je zag afgelopen week dat de Kamer ook echt ongeduldig begint te worden. En dat er ook nu over die ergste piek heen zijn. He, er waren natuurlijk echt zwarte scenario's waarvoor werd gevreesd. Nou, die zijn gelukkig niet de waarheid geworden. Dus nu is er ook meer ruimte voor reflectie en kritiek. En dan gaat het over die schaarste. Van hoe kan het inderdaad dat Oostenrijk die mondkapjes uitdeelt bij supermarkten en in het openbaar vervoer. En dat wij er niet eens genoeg kunnen inkopen om onze zorgmedewerkers te beschermen. Is daar een antwoord op? Want dit is een verschrikkelijke situatie in de verpleeghuizen. Ja, nee, dat is verschrikkelijk. En daar komt dus niet echt een antwoord op. Er wordt voortdurend gezegd door minister De Jong van er wordt met man en macht aan gewerkt. Maar dat hoorden we zijn voorganger Bruno Bruins ook zeggen. Dus ergens doet Nederland iets niet goed. Je hebt sneller een app dan een mondkapje. En dat moet niet kunnen. Er gaat iets fout in dat proces van inkopen. En Hugo de Jonge schermt steeds met, we hebben er 75 miljoen besteld. Maar dan zegt hij ook, we kunnen ze pas tellen op het moment dat ze echt binnenkomen. Mm-hmm. Hoe kijk jij hiernaar, Esther? Ja, ik vind het heel lastig om kritisch te zijn in tijden van crisis. Maar dit hele onderwerp van die mondkapjes snap ik werkelijk niks van. Ik bedoel, we vliegen naar de maan. We kunnen de meest bizarre dingen kunnen we. En mondkapjes is ontzettend moeilijk om te regelen. Ik merk het ook in de GGZ. Het is ook schaarste aan mondkapjes. Ja. Levensgevaarlijk. Maar de evaluatie komt pas later. Ja, en daar zal dit echt een heel belangrijk punt in zijn. Want er zijn grote inschattingsfouten gemaakt, zeker in die verpleeghuizen. Ja.